heb ik het met jou gehad over hoe je op bewust niveau kunt gaan werken aan overtuigingen rondom geld, waarde en zelfliefde. En dat het dan vooral werkt als je gaat kijken naar je overtuigingen en je kijk rondom die thema's. En dat het daarin heel belangrijk is dat je innerlijk kompas benut als hulpmiddel om je te laten leiden wat voor jou de volgende keuze of ruimte is, een keuze die er voor jou is om te maken. Dus welke groei en transformatie er op dat punt mogelijk is. Maar zoals ik toen ook al zei, dat is natuurlijk best wel hard werken. En dat kan makkelijker en dat kan slimmer. En daar ga ik het vandaag over hebben. Zo is het natuurlijk ook om je te helpen met die groei te maken. Zonder soms te weten wat je blokkade al is. Of minder te weten, precies te weten wat je blokkade nu precies is. Of je kijk nu precies is. Zijn er meerdere hulpmiddelen die je kunnen helpen om daarin je groei te pakken. En die groei, die werkt dan vaak vooral. Het begint op het bewuste niveau, dat je bewust wordt van iets. En werkt soms ook daarna deel in je onderbewustzijn verder door. Belangrijke hulpmiddelen kunnen daarin zijn meditaties, maar ook methoden als Ho'oponopono en het vergevingsgebed. En het vergevingsgebed gebruik ik in mijn programma. In mijn programma Blokkades herkennen en helen. Maar vandaag wil ik het met je hebben over een techniek als Ho'oponopono. En dat is van Joey Vitale. Dit is een methode die is, of tenminste, hij is een van de promotors van die methode. En het is eigenlijk een methode die komt vanuit Hawaii, die met 4 simpele zinnen bezig gaat met jou. Ik hou van jou, het spijt me, vergeef me, dank je wel. 4 zinnen. 4 zinnen die je kunt loslaten op iedere situatie waarin jij zit. Of gedachten waarvan je denkt, ik weet niet wat ik hiermee moet, maar ik voel dat er een blokkade achter zit. En dat je daarna die stappen door kan gaan lopen. Met die 4 simpele zinnen. En dan denk jij misschien, ja, maar wat doet die zinnen nou? Kijk, voor jou, als je misschien nog minder gevoelig bent, merk je misschien niet meteen wat zulke simpele zinnen voor effect kan hebben. Maar ik ben iemand die juist dankzij mijn healingwerk en mijn eigen transformatieproces steeds meer ben gaan voelen en afstemmen. En als ik bijvoorbeeld ook privé healingen geef, dat ik dan voel dat mensen door bepaalde processen gaan. En dan ga ik bijvoorbeeld gapen in dat soort elementen. En als ik deze zinnen zou toepassen samen met jou, dan zou ik jouw proces kunnen voelen. En dan kun je aan de intensiteit van mijn gapen merken of het voor jou werkt. Dus ik wil je vragen om te vertrouwen in de effectiviteit van deze methode. Het wordt al jaren benut vanuit Hawaii met bepaalde groeperingen. Het wordt al wereldwijd door miljoenen mensen toegepast. Dus waarom zou het ook niet voor jou van toepassing kunnen zijn? Het is simpel, het is echt effectief en het kan je dus al snel verder helpen als jij ergens in een blokkade terecht zit. Dus de zinnetjes waren nogmaals, ik hou van jou, het spijt me, vergeef me en dank je wel. 4 simpele zinnen en laat een pauze ertussen. Maar nogmaals, dit zijn stappen die kun je benutten om blokkades rondom geld, liefde, zelfwaarde, voor welk vlak van je leven dan ook op te ruimen, die meer op je bewustzijnsniveau zit en waar je tegenaan loopt in het dagelijkse leven. Maar hoe fijn zou het zijn als je nu ook methoden kunt gebruiken die gewoon op een nog dieper niveau doorwerken en die jou helpen ook om preventief, zonder dat je iets als een blokkade echt super zichtbaar is in jouw leven, om daarmee aan de slag te gaan. En daar vertel ik je graag over een paar dagen meer over. Dank je wel.